Hallo, welkom in een nieuwe video. Slinsy hier. Ik ben transformatiecoach, healer, schrijver en ook een tweelingbelang in eenheid. En kijk, ik wil onmiddellijk al deze kaart geven. Er gaan dingen in jullie connectie verschuiven. Deze Eight of Flames is voor mij altijd een. Kijk, zien we dat ze ook wel een toon. De Chariot is overwinning, is succes. Dus voor mij is dat ook altijd een teken van snelle communicatie. Want lessen van karma zijn ook weer een stukje afgerond, waardoor je eigenlijk weer contact even gaat hebben. Gaat dat dan blijven? Dat weet ik niet. Dat kan. Dat is heel goed mogelijk. Het kan ook zijn dat je dan inderdaad elkaar weer eventjes niet hoort. En dat is oké. Okay. Ik heb ook net de Lovers card gezien. Dus allemaal goed, goed, goed. Ben ik wel benieuwd wat de mensen zijn die al een date gehad hebben deze week. Dus als je een date hebt gehad, let me know. Zet het in de comments. Dan kan ik ook wel meegenieten van jullie geluk en successen. Oh, we krijgen weer onmiddellijk. The Two of Challenges. The Seven of Flames en de Indigo Card. Dat is jouw connectie op dit moment. En wat krijgen we aan de onderkant? The Four of Orbs, maar omgekeerd, hoe dat goed is. Seeker of Crystals, dus meer en meer stabiliteit. Sorority, dat is eigenlijk de centrale zon als het ware. Dus eigenlijk verbonden met ding. En je stapt buiten je comfort. Ja. Oké. Voel dan onmiddellijk de tweede laag er gaan bijleggen. En dan gaan we het samen in één verhaal maken. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op dit kanaal, dan zou ik het fijn vinden als je mij, als je dus abonnee wordt natuurlijk. Want zo blijf je ook op de hoogte van toekomstige video's. Plus op die manier is het voor mij ook gemakkelijker om te verbinden en boodschappen door te geven van de mensen die naar deze video's kijken. Waardoor ik dat dan video's zou kunnen, zal kunnen ontvangen of beluisteren of bekijken die echt lijken alsof dat een volledige persoonlijke reading is. Nu, als er iets is dat je bekijkt en het resoneert niet, alsjeblieft, probeer het er niet in te squeezen en te persen en wat dan ook. Haal de dingen er dan uit die voor jou zijn. Vaak is het zo dat video's dat we kijken, waar je ook weerstand tegen voelt, omdat er iets is dat je voor jezelf nog niet wilt herkennen. Dus dat, dat ik eigenlijk via het maken van video's een schaduw trigger. Wat je eigenlijk niet aan de slag mag. Nu, als het is dat je zelf niet goed weet wat dat is dat getriggerd wordt, dan kun je mij altijd ook contacteren. En dan kunnen we kijken aan de hand via een sessie. Mijn sessies duren altijd 1 uur tot 1,5 uur. Wat dat er eigenlijk is die juist zit te duwen, die naar boven wil komen en die mag aangekeken worden. Voilà, dat gezegd zijn, dan gaan we zien. Ondertussen zijn de kaarten genoeg geshuffeld. Hopla. De Magier. En het wiel. Een nieuw begin. Doordat je meer en meer gaat gaan leren. Dat is inderdaad te veel. Doordat je meer en meer gaat gaan leren wat dat is die van jou gevraagd wordt. Door de lessen te zien. En meer nog, door jouw ware afkomst te herkennen. Ik zie hier ook de Nine of Pentacles. Dat, en dus dat wil zeggen, je eigen stabiliteit vormgeven. Dat gaat de basis vormen voor je liefdesconnectie. En gaat jou de mogelijkheid geven om weg te stappen van allerlei zorgen, angsten en wat dan maar ook. We krijgen aan de andere kant Eight of Pentacles, Harvest. En wat ben je aan het oogsten? Wat ben je aan het verder aan het creëren? Die eenheid in jezelf en dus uiteindelijk ook die eenheid in een connectie. Ik ben aan het denken, hier, kijk, dat staat hier. Dit Two of Wands, dat is eenheid in jezelf, wat ik nu op dit moment aanvoel. Dan heb je Two of Challenges, eenheid in je connectie en die Lovers card. Dus als je nog niet, als je nog zou twijfelen over wie dat die persoon is, ja, hij of zij is jouw tweelingvlam of tweelingziel of je zielspartner, maar heeft een belangrijke rol op dit moment in jouw leven.
Ik zou zeggen, ik kleef er ook geen label op. Het zeg, maakt het ook niet uit. Want hoe meer jij jouw pad gaat lopen en jouw licht gaat blijven bewandelen. En ook dat licht gaat worden voor anderen. Hè? Dat is zo in, dat hier, dat uiteindelijk staat zij op het podium te dansen, haar licht, haar talent te delen. En andere lichten, vlammen worden eigenlijk door aangewakkerd. Dat is hetgeen dat je nu te doen hebt. Want dat gaat jou, niet alleen jouw vlam, meer nog laten gaan stralen, nog meer in jouw diamantenbewustzijn gaan stappen, dus dat hoger bewustzijn. Maar dat gaat ook uiteindelijk die mannelijke en die vrouwelijke energie in jouzelf, wat we hier gezien hebben, brengen. En dat op zich gaat dan eigenlijk ook weer die eenheid brengen in jouw connectie. Maar dus, wat vraagt ervan, en dat is hetgeen dat we hier dan zien, wat vraagt het om jou te doen, om eigenlijk het leven en deze connectie als een spel te gaan zien. En dus dat is hier de magier. Hè? En de magier weet wat hij moet doen om de dingen te gaan manifesteren en aan te trekken dat hij zou willen ervaren in zijn leven. En dus dat zijn al de verschillende elementen. Hè? Dat zijn de gedachten, de emoties, het fysieke, het verschil tussen afstemmen, maar ook het stuk afgestemde actie nemen. Dus niet gewoon maar blijven afwachten, maar ook dingen doen. Doorheen die healing gaan, doorheen de schaduw gaan. Maar het donkerte wat je hier hebt, jou niet laten op een negatieve manier laten beïnvloeden. Wat, hè? Mijn poes komt even hallo zijn. En dus dat gaat jou uiteindelijk die loverskaart, die liefdeskaart brengen. En gaat het wiel laten veranderen. Gaat het wiel verschuiven. In die zin dat je de verschuivingen in jezelf gaan een verschuiving in je fysieke wereld, in je realiteit teweeg brengen. En dan ga je zien dat de mannelijke energie in de connectie, dat die in staat is om ook met zijn eigen vrouwelijke energie te gaan verbinden. Dus die in staat is om uiteindelijk dan ook emoties te delen, om open te zijn en eerlijk te zijn en ook te delen waarover dat gaat. En want dan zie je de King of Wands. De King of Wands die gepassioneerd is. En dat gaat, dus de King en de King, dat zijn twee koningen. Dus als jij dit werk doet als vrouwelijke energie, ga je die twee koningen triggeren in jouw wederhelft. En dat gaat dan eigenlijk weer een hele passionele, snelle communicatie teweeg brengen, waardoor dat de lasten en de zorgen en de dingen waar je nu nog mee bezig bent, hè, en dat is veel te veel in je hoofd zit, gaat ervoor zorgen dat je dat gaat kunnen loslaten en weglaten. Weglaten in de zin van transformeren, dus dat jou niet meer op een negatieve manier beïnvloedt. Oké, dus deze doe mee. Oh, het is net dezelfde kaart als in de reading van gisteren. No way! Oh my god, echt waar. Als je mij niet gelooft, ga kijken naar de reading van gisteren voor de tweelingvlammen die niet in contact waren. En dat was exact dezelfde kaarten die eruit gekomen zijn, maar nog één extra. Dat voel ik nu niet dat dat hier nodig is. Wat ik wel moet doen, is dit: A great big love. Dat is zich aan het vormen. Dat is hetgeen waarom dat je het shitty en het lastige werk doet. En laat het leven jou verrassen. De magie van het leven zit hem net diep in jezelf. Zit hem in het omarmen van alle mooie dingen, maar ook alle ja, dingen die niet zo mooi zijn, die door de mensen niet als liefdevol gezien worden. Maar je kan geen onvoorwaardelijke liefde ervaren of geen kanaal van onvoorwaardelijke liefde als je zelf je eigen schaduw, je eigen pijnen, je eigen donkere energie wegduwt en niet herkent. Dus er zit magie in het leren spelen met alle elementen van de dualiteit. Want dat gaat je brengen en eigenlijk die dualiteit laten ontstijgen naar die eenheid, naar die onvoorwaardelijke liefde. En dan ga je heel veel magie in je leven zien gebeuren. Want dat is uiteindelijk ook de sleutel in jouw connectie. Want zie je die mannelijke energie en de vrouwelijke energie. Zet die mannelijke energie, jouw mannelijke energie, jouw eigen mannelijke energie bovenaan. Zet die voorop. En laat de vrouwelijke energie leiden, jouw eigen vrouwelijke energie leiden. Want dat gaat ervoor zorgen dat met een tijd, dus zoals hij hier ook ziet, dat die mannelijke energie gaat upsteppen. Die gaat zijn plek als een volwaardige divine masculine innemen. Maar dat zijn jullie nog niet, want er is nog van allerlei werk te doen. En daarom is hier ook Birds of a Feather. Waarom? Omdat het belangrijk is om
Je te omringen met mensen die weten waar je doorheen gaat. Met mensen die met kennis, met voeding, maar eigenlijk alles die jou voedt. Alles die jou vooruit en die eigenlijk ten dienste staat van het integreren van een hoger bewustzijn. Is dat jou afzonderen en in stilte een paar dagen doorbrengen, dan is datgene dat je nodig hebt. Maar dat zorgt ervoor dat je luistert naar jouw intuïtie. Dat zorgt ervoor dat je eigenlijk dat jij die geheelde divine feminine, die vrouwelijke energie wordt. En dat je van daaruit je leven vorm heeft in balans met je eigen mannelijke energie. Hè? Want dat was een van de dingen waar we moeten aan werken. En dus dat geven en nemen in balans komen. En dan pas gaat je hier die queen, die koning zien in jouw mannelijke energie. Ga je zien dat hij ook daar stappen in kan zetten. Wat dat dan eigenlijk, zoals ik net ook gezegd heb, die lasten gaat, de zorgen, die piekerende gedachten gaat laten verdwijnen. Zonder hart voel je jezelf als een gewonde. Laat dat je niet misleiden. Je weet wie dat je bent. Ja, maar dat is evengoed wat zeggen van laat je niet leiden door de wonden en het pijn en het hartzeer. Dat is hier de duivel. De duivel voedt zich als het ware met die laagtrillende energie. Maar wees er niet bang van. Ga kijk het in de ogen en geef het liefde, want dan gaat het ook jou geen pijn meer doen. Weet je wel, soms zijn er van die tekenfilms en die films hè, waarin dat dan de negatieve energie plots lichter wordt en dan zie je iets. Het doet mij denken aan het beeld in de film van Moana, Vaiana in het Nederlands. Waar dan op het einde Vahiti, of die de natuur eigenlijk was, of de godin van de natuur, die was veranderd in een monster omdat die haar hart, haar kern gestolen werd. En op het moment dat ze die terugkwam, veranderde ze opnieuw weer in die divine goddess, in die vergevende, voedende energie. Dat is eigenlijk hetgeen wat ze mij laten aan denken hier met dit. Dus weet dat jij zoveel meer bent, maar dat het niet is omdat iemand anders jou bijvoorbeeld van liefde ontneemt, dat je daarom niet meer heel bent. Of het is niet omdat jouw mannelijke energie jou nu niet bevestigt in die energie en dus eigenlijk aan de andere kant van de liefdeslijn staat om die terug te sturen, dat je liefde niet waard bent, dat je niet heel bent. Dat is niet zo, dat is een illusie. En wanneer je dat kan healen, wanneer je die gedachte kan transformeren, dan ga je zien dat jouw divine masculine energie wel gaat gaan uiten. En eigenlijk, en ook die, hier zo, kijk, hij ligt hier, maar ligt ondersteboven, dat hij inderdaad in die koning van zwaarden gaat gaan stappen en gaat vanuit de verbinding met zijn passie en zijn emoties gaat gaan vertellen hoe dat hij zich voelt op een eerlijke, open manier. Je haalt je kracht uit het hervinden van je eigen stem. Ja. En wat ik ook nog wil aan toevoegen aan hetgeen wat ik daarnet zei, is dat het belangrijk is om de angst om geen liefde meer te voelen en om geen liefde meer terug te ontvangen, om die te gaan helen. Want dat is een hele belangrijke en dat houdt net eigenlijk je connectie stuk tegen, omdat je daardoor je hart gaat gaan afsluiten. Wachten op iets beter maakt je bitter, wees nu al gelukkig. En dat wil zeggen, net zoals ik daarnet zei, maar plus ook van. Mis geen kansen om nog meer te leren over onvoorwaardelijke liefde en over jezelf, omdat je bijvoorbeeld veel te veel gefocust bent op één persoon. Op avontuur gaan omvat ook het ervaren en nemen van risico's. En dat is ook zo. En daarmee wil ik deze reading beëindigen. Ik wil het ook niet te lang maken, maar ik denk dat we heel veel boodschappen en heel veel informatie meegegeven hebben. Mocht je voelen dat je nood hebt aan één-op-één ondersteuning of een eenmalige sessie, dan mag je mij contacteren. Normaal gezien doe ik dat niet, maar ik voel dat ik dat nu wel mag zeggen. Dus als dat zo is, dan mag je mij contacteren. Ik kan me natuurlijk ook reserveren voor een reading, specifiek gericht op jouw connectie. Dan kan je enerzijds allerlei vragen stellen wanneer je zit, en anderzijds de dingen die doorkomen, die moeten gegeven worden of gezegd worden, die gaan dus ook gezegd worden. Verder zou ik het heel fijn werk vinden om samen met jou te werken in een van mijn trajecten. Als die nog te duur zijn, om gelijk welke reden, of je vindt de sprong in het onbekende nog een beetje te eng, dan kan je ook met mij samenwerken in het membership. Daar werk ik niet alleen, daar werk ik samen met een aantal mensen die ondertussen al mijn trajecten al doorlopen hebben en die zelf ook in hun missie gestapt zijn. Omdat ik natuurlijk niet iedereen, ik heb ook maar 24 uur en 7 dagen op 7. Hè. Dus ik kan niet iedereen blijven helpen, dus ik moet daar ook wat prioriteiten in stellen. Maar dus dat doe ik dan samen met mijn collega's. Zo, dat was voor deze reading. Ik hoop dat
je een fantastische dag hebt en dan zie ik jou in de volgende video. Dag!